Yo, what up gasten? Ik ben Bardo Islands. En herken jij dit? Ik ben naakt. Dan heb ik voor jou de oplossing. Namelijk dit. Gefeliciteerd, je bent inderdaad niet blind. Het is inderdaad een shirt. Misschien denk jij nu wel. Een shirt kun je alleen maar dragen. Je hebt er verder niks aan. Nee. Je kan hem inderdaad dragen, maar dat niet alleen. Je kan hem gebruiken als handdoek, vaatdoek, slabbetje, date, decoratie of pen. Maar hij kan nog meer. Je kan ermee je kabouter vermoorden, je walvis vermoorden, je smiley vermoorden, je poppetje vermoorden, je boeken vermoorden, je sleutels vermoorden. En voor de echte waaghals kan je ook jezelf ermee vermoorden. En wat nou als je honger hebt? Vergeet dan niet je shirt op te eten. Hoe zou een shirt kopen, meid? Kom op, je kan toch beter naakt? Een shirtje, jawoelie, jawoelie, niet een ster zo, ja? Nee, kein ster? What the fuck? Ben jij nog steeds niet overtuigd voor deze shirts? Luister dan maar eens naar dit onderzoek. Dag mensen, ik ben Maurice de Kat en heb onderzoek gedaan naar shirts. Uit mijn onderzoek is gebleken dat mensen die niet een shirt dragen, niet sexy zijn. Mensen met wel een shirt zijn wel sexy. Mensen met de charismatische houding van Bardo Islands zijn super sexy. Alleen kan niet iedereen die charismatische houding hebben. En daarnaast word je zoveel procent sexier door een Banjo Movie shirt. 69,785. Geloof je me nog steeds niet? Dan is hier nog een uitroepteken. Dus bestel nu of krijg herpes. Nee, het is niet herpes. Je krijgt AIDS. Nee, natuurlijk niet. Of wel? Nee, natuurlijk niet, maar serieus, je krijgt AIDS. Echt, als je dit ding niet koopt, krijg je AIDS. Dus ik zeg het even. En dat niet alleen, we geven je er ook gratis herpes bij. Yes! Wat een bofkom ben jij, nietwaar? Later. Yo, what up gasten? Ik maak even snel een vlog om te zeggen dat deze shirts echt zijn. Dat is er één, dit is er één. Banjo Banjo, ik heb die hier nog één. Deze en die andere allemaal zijn allemaal slechts een paar designs van wat ik heb. Er staat gewoon yo, what up gasten, uitgebeeld op een shirt. Hoe tof, dank jullie wel, dankjewel. En ik snap dat jij de totale webshop wil zien. Dat kan, de webshop is op banjomovies.nl. De link staat bovenaan in de beschrijving. De shirts worden verkocht via Spreadshirt, een heel groot internationaal bedrijf. Omdat Spreadshirt gewoon betrouwbaar is en goedkoop t-shirts kan verkopen. Daarnaast wil ik ook nog heel veel zeggen door Twitter en Hiveset. Ze zijn heel simpel te vinden, Bardo Allen. Hives.nl is mijn Hives. Twitter.com/BardoAllens is mijn Twitter. En mijn Banjo Legioen, ik ken jullie beter dan jullie denken. Jullie willen het namelijk niet in gaan typen, maar er gewoon op klikken. En dat kan in de beschrijving. De tweede en derde link zijn van mijn Hives en Twitter. Ja. Dus vanaf nu kunnen wij BF'jes worden op Hives. Ja, hoe mooi is dat? Wil je weten wat ik doe, welke video ik opneem, wat er gebeurt? Volg me dan op Twitter. Dus geef hem een groen duimpje als je kut vindt, groen duimpje als je hem leuk vindt, groen duimpje als je hem matig vindt. En deel deze video voornamelijk met iedereen die naakt is. Ik heb vast wel een paar mensen die naakt zijn, denk ik. En over één maand komt mijn onofficiële single uit met een onofficiële videoclip. Hoewel, de videoclip is wel officieel. En het gaat over de verse 50. En als jij up-to-date gehouden daarmee wil worden, volg me dan op Twitter, op Hives en op banjemoes.nl. Vergeet trouwens ook niet deze video een groen duimpje te geven en je favorieten toe te voegen. En daarnaast nog een keer te delen via Hives. Nou, dat was de video van vandaag. Ik hoop dat je er echt van genoten hebt. En gasten, ik check jullie later. Banjo! Yo, what up, gasten? Ik ben Bardo Allens. En dan ken jij dit probleem. Egel! Andijvie!